Als je dit kanaal volgt, dan weet je op welk level dan ook dat jij je eigen realiteit kunt creëren. Mike, ik ben gisteren pas geabonneerd. Geef me even tijd om dit te verteren, oké? Anders unsubscribe ik mezelf. Misschien kom je er net achter en beginnen er zaadjes te planten dat het zomaar eens mogelijk zou kunnen zijn dat jij best coole dingen kunt manifesteren. Of misschien ben je al verder en heb je deze doorbraak gemaakt die ik in de video met je ga delen. En ben jij als een hittezoekende raket niet te stoppen richting je doel aan het gaan. Of je bent de persoon die ik liever niet wilde noemen in deze video, die al 10 jaar naar zijn vision board kijkt en denkt, deze onzin werkt niet. Wees niet die persoon, alsjeblieft. In deze video deel ik met je hoe belangrijk het is om een visie te hebben van je beste leven, om deze daadwerkelijk met magie, want dat is manifesteren, aan te trekken. Hey mensen, mijn naam is Mike Ranji en welkom op dit kanaal waar alles draait om het worden van de beste versie van jezelf. Ik post hier dagelijks content over down-to-earth spiritualiteit en als je me hierin zou willen supporten, zou het me enorm helpen als je even op de like-knop klikt hieronder. En als je geen van mijn nieuwe video's wilt missen, klik dan op de rode abonneerknop en op het notificatiebelletje. Ik was vandaag een podcast aan het luisteren van een of andere kerel die super succesvol is en ik dacht, jeetje. Werkelijk iedereen die succesvol is, snapt manifesteren. En met succesvol bedoel ik niet alleen succes extern, maar succes in alle vlakken. Succes betekent gewoon, het gaat goed. Ik voel me goed. En hoe goeder je je voelt, hoe hoger je vibe. Dus hoe hoger je vibe, hoe meer je eist naar succes. Succes in alles wat jij belangrijk vindt te behalen en ervaren in deze realiteit. En die kerel zei op een bepaald punt, je stapt ook niet in een waanzinnige auto met het plan, ik ga naar een prachtige locatie zonder de eindbestemming te weten. Ik zou sowieso niet met een auto erheen gaan. Waar moet die prachtige bestemming dan wel niet zijn hier? Groningen? Nee, doe maar in mijn privéjet. Maar zo simpel. Zo vreselijk simpel. En ik resoneerde enorm met die uitspraak en toen dacht ik, ja. Eigenlijk wist ik dit al jaren, hoe belangrijk het hebben van een visie is voor succes. Zelfs meer dan een decennia geleden in mijn bodybuilding tijd las ik keer op keer weer die Encyclopedia of Bodybuilding die Arnold had geschreven. En ook daar sprak hij steeds weer over, you got to have a vision. Dat was een Arnold impressie. Ja wat, God heeft mij niet gezegend met impressiegaves en dat had ik. Maar het duurde wel even. In het begin van mijn bodybuilding tijd geloofde ik niet echt dat ik een indrukwekkend fysiek kon bouwen. Ik had het nog nooit gedaan. Bovendien was ik skinny fat, dus ik geloofde niet dat ik de genetica had ervoor. Skinny fat, dus dunne armpjes, smalle schouders, maar wel een pants. Het meest ongunstige fysiek om een bodybuilder te worden. Maar na jaren trainen zag ik dat mijn lichaam veranderde. En wat me opviel was dat hoe meer ik het zag veranderen, hoe meer ik erin geloofde dat ik het nog meer kon veranderen. Waardoor ik meer ging doen om het te veranderen. Tot een punt waar ik aders zag op plekken waar ik niet eens wist dat de aders liepen. En mijn quadriceps spier afscheurde omdat ik zoveel gewicht squatte. Ja, ik weet wat je denkt, maar het is echt niet alleen maar steroïden. De hele wereld heeft ook The Secret gelezen, maar hij is nog steeds blut. Succes komt in het totaalpakket. Allemaal door het meer en meer geloven in die visie dat dit kon. En die visie bouwen gebeurde onbewust. Door met mensen om te gaan in de sportschool die daar ook in geloofden. En dat ook deden. Terwijl ik in mijn dagelijks leven mensen om me heen had die 3 keer in de week naar de sportschool al veel vonden. En dat heeft 2 redenen. Ten eerste omdat ze een aansteller zijn, maar ten tweede omdat niemand het leuk vindt om een uur op de home trainer te gaan staan. Ga je het zoeken wat je leuk vindt? Terwijl ik veel meer wist. En het was alsof ik de geheimen van het fysieke lichaam had ontdekt. Terwijl iedereen daar blind voor was. En het is echt zo simpel. Macronutriënten. Kun je gewoon vinden op Google. Zo is het met veel dingen in het leven. Geld, persoonlijke ontwikkeling, relaties, maar vooral spiritualiteit en manifestatie. En als je de codes ontcijfert van het universum, ja, dat is alsof je dit spel speelt met cheatcodes. Er is zoveel te ontdekken wat je zou kunnen noemen de geheimen. En als je ze ontdekt en implementeert, dan breek je vrij uit het normale leven. Dat normale mensen leven. School, baan, weekend, feesten, midlife crisis, jezelf een schut zetten, pensioen, stress, hartaanval, einde spel. Even kort samengevat, een normaal leven. En kun je uitzonderlijke dingen manifesteren. Maar
daarvoor moet je geloven in je visie. Je moet het jezelf kunnen zien en voelen doen, zonder ook maar iets ervan te zien in je huidige moment. Heb je wel eens een leeuw achter een gazelle aan zien gaan? Ik weet zeker dat die leeuw wel een idee heeft van hoe het gaat voelen om die gazelle op te vreten. Zo hongerig wil jij zijn naar wat je wilt manifesteren. Ik weet nog goed dat mijn passie voor bodybuilding overging. Ik raakte er niet meer door geïnspireerd. Het was mijn ding gewoon niet meer. En precies die tijd ontwikkelde ik insomnia, slapeloosheid. En ik ervaarde depressie, omdat ik eigenlijk niets had om voor te leven. En toevallig, bood iemand me op dat punt een beetje GHB aan. Bedankt universum, precies wat ik nodig had. En dat is het leven voor veel mensen. Leven met niet veel om voor te leven. En dat is een recept voor zelfsabotage. Eindeloos plezier zoeken en leegte. En ik wil dat anders. Voor jou. Ik wil dat jij elke dag wakker wordt met een visie waar je jezelf aan kunt verankeren. Van dit is waarvoor ik leef. Dit is waarvoor ik mijn bed uitkom. Dit is wat ik ga manifesteren. En het gaat verdomd goed voelen. Want dat is het enige wat we echt zoeken. Een goed gevoel dat nooit ophoudt met groeien. Want wie je ook bent, nou ja, NPC's kijken dit kanaal toch niet. En die wel kijken weten niet dat ze een NPC zijn. Wat is een NPC? Hey, er liggen nog lekkere donuts in de koelkast. Neem er één. Nee, wacht even. NPC? Dat raakt iets in me. Wat is in godsnaam een... Lekkere donuts. Lekkere donuts in de koelkast. Wauw, ik heb ineens honger zeg. Deze video is niets aan. Ik ga een donut pakken. Waarschijnlijk als jij nu resoneert met deze boodschap, ligt er ook een vonk in jou te wachten om ontstoken te worden. 100%. En misschien gaat die vonk een vuur ontsteken wat een succesvol leven bouwt naar... waar je de volgende wereldleider wordt. Maar misschien zal het veel kleinschaliger zijn. En laat het wel de juiste vonk zijn die iets ontsteekt. Want Hitler had ook een visie, snap je? Iemand vroeg mij laatst, zijn er grenzen in wat je kunt manifesteren? En ik geloof dat er absoluut geen grenzen zijn. Wat ik wel geloof is dat jij zal manifesteren wat resoneert met jouw hoogste waarheid. Als jij het werk doet. En deze hoogste waarheid zal misschien zijn het opzetten van miljoenen bedrijven. Of relaxed. Simpel leventje waar jij als vrijgezel met een hond in een houten hutje op het strand woont. Ik ken iemand die heeft dat gemanifesteerd en hij is gelukkig. Zijn droomleven. Ik zou mezelf vroeg of laat ervan kan maken. Voor ieder een eigen droomleven. Ik kan proberen een biljoen te manifesteren, maar ik voel daar niets bij. Het resoneert niet omdat mijn hoogste waarheid daar helemaal niets mee kan. Wat moet ik met dat geld? Er is op dit moment nog geen plan wat daarbij past. In realiteit zou ik waarschijnlijk 50 supercars... 20 privéjets en 10 jachten hebben. Vervolgens depressief raken, grote fouten maken, mijn gezin kwijtraken, elke avond in stripclub zitten en mezelf van kan maken terwijl ik een sandwich eet op een publieke wc, net als Elvis. Wat? Mijn fantasie is rijk. Shit, moeten we oppassen daarmee. Hey universum, dat was niet menens hè? Maar een paar miljoen met gemak. Ik heb daar eindeloos aan zuivere ideeën voor. En ook wel 1 of 2 Lamborghinis. Maar wel zuivere Lambo's. Hey, mijn ziel is al eons een autoliefhebber. En zo zal het bij iedereen zijn. Als jij je waarheid laat stromen in wat je werkelijk wilt, dan zal wat je hiervoor nodig hebt in de externe wereld. En ik zeg steeds extern, maar dan denk ik, wat extern? Er is niets externs. Het is allemaal intern, maar oké, dat is een ander onderwerp. De externe wereld zoals we die kennen, zal met deze energie van waarheid, of noem het overvloed, in resonantie gaan. En jij gaat aantrekken wat ik zou zeggen jouw unieke blauwdruk is. Je mooiste tijdslijn. Je hoogste vibe tijdslijn. Dus of dat nou is 10 Bentleys voor de deur of een Suzuki Alto. Wat jij ook gaat manifesteren. Als het komt van die warme energie, die overvloed, die liefde en zuiverheid. Dan ga je er verdomd gelukkig mee zijn. En dat gevoel wil je nu cultiveren. Nu, in dit moment. En als je vervolgens 10 Bentleys wil manifesteren omdat iedereen moet zien dat jij zo succesvol bent, dan raak je misschien in een zware depressie omdat je dingen hebt gemanifesteerd die niet in lijn waren met je absolute waarheid van hoogste vibe. En hoe herken je dat? Je raakt dat hoge vibe gevoel kwijt. Simpel. Je vibe is je feedback systeem. Wat ik probeer te zeggen, jouw meest optimale toestand hier binnen zal reflecteren naar buiten in universele perfectie. Dat is gewoon een feit. Het enige wat jij hoeft te doen is jezelf hierop af te stemmen. En nu maken we het cirkeltje weer rond.
Dat doe je onder andere door het bouwen van een kraakheldere visie. En het leven wordt het meest prachtige spel wat je kunt voorstellen. Precies waar je ziel voor gekozen heeft. Natuurlijk doe je schaduwwerk voor het helen en lozen van alle bagage die je omlaag weegt. Maar dan, wat lanceert je vooruit? Want alleen maar blijven hangen in het nu, zittend op de bank, geheeld en blij, is niet voor iedereen weggelegd. Leegte zal ontstaan. En geen leegte van een ontevreden ego. Leegte van een zielsmissie die niet vervuld wordt. We komen hier niet allemaal om Eckhart Tolle te zijn. En ik maak een grapje door zijn naam te gebruiken, omdat hij zo simpel leeft. Maar leeft hij echt zo simpel? Aan de oppervlakte? Ja. Maar daarbinnen? Alles behalve simpel. Zijn boek, De Nieuwe Aarde, heeft mogelijk een nieuwe aarde getriggerd in het bestaan. En hij manifesteert miljoenen, niet omdat hij 10 Bentleys voor de deur wil hebben, maar omdat hij meer impact wil maken. Of gaat iemand me nu een mailtje sturen dat Eckhart zijn eerste Bentley heeft aangeschaft? Ja, zou ik ook doen. Op zijn minst 3 of 4. En ik weet zeker dat hij een visie heeft die nog meer helder is dan Arnold Schwarzenegger uit van zijn biceps. Nou ja, Eckhart vibet op zo'n level waar visie misschien niet eens meer nodig is. Hij is gewoon een open kanaal voor het universum. Hoe dan ook, ik wilde dit even met je delen. Hoe belangrijk je visie is. En geen zorgen als je geen idee hebt wat je wilt voor je leven. Een visie bouwen kost tijd. Het kost reflectie. Het kost werk en inzet. Maar het kost ook aandacht en energie. Laat deze video geen verspilde tijd zijn door over 20, 30 of 40 jaar erachter te komen. Shit. Had ik toch maar die visie gebouwd. Terwijl iedereen om je heen zijn droomleven aan het manifesteren is. Je visie komt niet uit de lucht vallen. Als je nu geen visie hebt, is dat waarschijnlijk omdat je nooit diep reflecteert over wat je echt wilt. En waarschijnlijk een hoop nadenkt over wat je niet wilt. Dus ja, dat manifesteert ook een hoop. Kijk maar om je heen. Wat zou jij kiezen als leven? Als er geen grenzen waren in wat je kon creëren. En ik hoor mensen nu zeggen, ja, maar ik hoef geen miljoenen. Oké, prima, maar als niemand benadeeld zou worden en er was oneindig van alles, wat zou je dan kiezen? Het draait niemand om het geld, maar toch doet iedereen mee met de postcode loterij. En elke maandagochtend gaat de wekker om naar een baan te gaan voor, juist, geld. Hou jezelf niet voor de gek. Ga daar eens serieus mee spelen. Een visie bouwen. Grenzeloos dromen. En als je dat niet gaat doen, na deze video, deze week nog, stel jezelf dan alsjeblieft deze vraag. Waarom laat ik het mezelf niet toe om groot te dromen? En als je dat ook niet doet, dan ben je echt koppig. Misschien kun je beter een andere hobby zoeken dan spiritualiteit. Vissen of zo. Droom alsjeblieft groot. Want als jij dat doet, gaan anderen dat ook doen. En als die anderen dat doen en anderen dat ook weer zien en dat ook gaan doen, ja, je snapt waar het naartoe gaat. Een nieuwe aarde. Als je tot hier in de video bent gekomen, laat het me weten door in de comments te typen. Vanaf vandaag droom ik groot. Bedankt dat je de tijd uit je dag hebt genomen om naar mijn video te kijken. Vond je hem leuk en wil je dit kanaal steunen? Klik dan even op de duim omhoog onder de video. En klik meteen op de rode abonneerknop en op het notificatiebelletje, zodat je geen van mijn nieuwe video's mist. Mensen, zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag. Oh. Shit, heb het net niet gehaald. Nou, doen we het even in het donker. Ik zie je in de volgende video.